Breda Nu. Je weet het meteen. Muziek aan de haven, want het Spanjaard Schatfestival gaat weer van start. Een verrassend veelzijdig festival met ruim 1100 muzikanten, zangers en dansers. Verrassend veelzijdig komt eigenlijk uit het feit dat gaandeweg bij het bedenken van de communicatie voor deze editie, want ik zit er pas een paar maanden bij, ik zelf enorm verrast werd door de diversiteit en het niveau van het muzikale programma. Dus dat was verrassend. En veelzijdig is dat eigenlijk iedereen denkt, nou dat zijn wat van die amateurbandjes die op dat toneel staan, maar dat is helemaal niet waar. De top staat hier, de top zowel aan militaire orkesten als de top aan amateurgezelschappen. Dus dat is de veelzijdigheid die we gaan bieden. Ik las ook ergens van, we zoeken de verbinding. Wat wordt daarmee bedoeld, de verbinding zoeken? De verbinding tussen jong en oud op het toneel. De verbinding tussen beroeps en amateur. Nadrukkelijk, dus beroepsleiden amateurgezelschappen en amateurmuzici op. Docent-leerlingconcert is daar een goed voorbeeld van. Nieuwe Veste die is daar prachtig op ingesprongen. Dat soort verbindingen, muzikale verbindingen tussen mensen en tussen gezelschappen. Wij hebben een beetje een nieuw concept voor ogen met het festival. We hebben het imago opgefrist en dat hebben we gedaan omdat we het concept ook een beetje willen opfrissen. En wat wij graag willen is meer totaal entertainment brengen. Dus niet alleen maar passief naar een concert gaan zitten kijken, maar dat er meer omheen gebeurt. Aan de randen van het concert en op het toneel zelf. Nou, een festival is natuurlijk voor muziek gezellig, voor samen zijn. Maar sfeer is natuurlijk ook heel erg belangrijk. De enige dame die nieuw is in de organisatie, die dacht laten wij wat aan de tent doen. En die heeft contact met mij opgenomen en de vraag met mij neergelegd van wat kunnen wij doen om het gezellig sfeervol te maken, ook binnen in de tent voor de mensen als ze daarna had nog wat willen drinken. Dat is een extraatje van de organisatie om na alle hoofdconcerten om 22:30 s'avonds spelen Bredase bands, goede bands, heel gevarieerd, in de tent achter jou. In de hoop dat mensen nog tot een uur of 11:30, 12 blijven hangen. En genieten van dat bandje en de gezellige sfeer in de tent. Overigens, over die gezellige sfeer gesproken, we hebben dit jaar wel echt onze uiterste best gedaan om er wat van te maken. Want het is een beetje een ongezellige tent. Maar we hebben Willemien gevraagd, zij is een styliste, of zij zijn handje kon helpen om die tent een beetje gezellig in te richten. Het ziet er nu nog niet echt uit. Dus dan kun je inderdaad bedenken dat het de moeite waard is om er wat aan te doen. We gaan werken met licht uiteraard. Licht van boven en licht van beneden. Er komen zoals wel ieder jaar ook grote planten. Nieuw zijn mooie gekleurde doeken. En aangeklede staattafels. En we hebben ook nog, om het plafond iets naar beneden te brengen, hele leuke gekleurde lampionnen die we gaan ophangen. En ik denk dat het totaalplaatje zeer sfeervol wordt en echt de moeite waard om een extra drankje te drinken naar de hand. Breda Nu. Je weet het meteen.